scheidsrechter Jorn te Kloeze blaast voor het begin van deze wedstrijd. Gelijk de lange bal in de richting van het hoofd van Roland Baas. Ruimte is er aan de andere kant, bij de linksback. Dat is Seth Sarpong. Sarpong besluit om hem gelijk rechtstreeks te sturen. En Rick van Nuenen die... Dat is lekker hoor, zo'n eerste bal voor de keeper. Prima. Ik heb het gevoel dat het publiek denkt dat DVS hier gewoon heel makkelijk overheen walst. Maar ja, dat blijkt dus gewoon niet het geval te zijn. Dit is een mooie combinatie. Maarten van Dijk. Stef Nijland. Eerste paal. Loopt mee paal. Naar voren. Bijna in eigen doel. Maar hij was toch nog wel ver naast de paal. Roland Baas. Bal gelukkig in zijn bezit. Kijk. Roemion. Dit is echt Benjamin de Roemion. Op zijn best. Bezit. En maar door. Ja. Nou. Oh. Dit. Nee. Scheidsrechter. Wat is dit nu? Vindt het te weinig? Mwah. Roemion. Ben Moussa had zijn gewicht een beetje te veel naar achter. Sam de Wit. Maarten van Dijk. Je hoopt toch dat DVS in de eerste helft al een keertje erin schiet. Precies. Het is wel taai om tegen zo'n tegenstander te spelen die zo ver inzakt. Kruiseer, goede kijk, bal. Prachtig, Sam prachtige Crowder, paas. Ene been naar de doelman. Hij daar gaat hij, daar gaat hij. Ja, ja. Dat is hem. Nou, voor de rust. Sammy Crowther. En, nou, je hebt weer je voorspellende gave, hè? Ja, dit is ruim in de eerste helft. Sam Crowther loopt op een mooie steekbal en omspeelt de keeper. Dat zie je niet zo vaak, hè? Dat nee, keepers precies. Omspelen. Hartstikke goed. Nou, dat geeft de burger moed. Ook een beetje gerustgesteld, uw verslaggevers. Ja. Sam Crowther. Adriaan Kruijs hier. Maarten van Dijk. Maarten. Tweede paal. Prima voorzet. Ja. Maarten van Dijk, wat een heerlijke assist. Daar moet je als papa en mama in Italië toch heel blij om zijn. Nou, en de ouders van Adriaan Kruijs hier ook, denk ik, met een mooie kopbal. Maarten van Dijk. Bas hier, Kruijs. Oh nee, Adriaan. Kruissteen. Ja. Ook lekker. Roemion achter de verdediging. Ai, net niet Crowther. Stef Nijland. Stef Nijland pakt hem op. Oh, wat een lekkere beweging. 3-0. Onder zijn voetje door. Stef Nijland. Ik zou hem bijna gewoon Sven willen noemen. Want ja. Sven zeg je altijd als hij een doelpunt maakt. Hè? Luxe. Ja, nee. Maarten van Dijk bereikt daar Stef Nijland. Roland Baas gaat mee. Dat weet Stef. Heel goed. De paal. Oh, bijna. Sam Crowther daar. Bijna een eigen doelpunt. En IJsselmeervogels moet nog volgende week even kijken. Uit naar Dem en thuis tegen Odin. Ruimte nu voor Kruis in. Hè. Laat hem over aan Nicky van Hilton afwerken. Nicky van Hilton. Ze gunnen elkaar wat. Heerlijk uitgecombineerd ook weer. Diverse spelers kwamen in scoringspositie. En Nicky van Hilton mag het afmaken. Wordt even opgetild door Sam de Wit. Lekker hoor. 4-0. Mooie paas. Zo, hoop ruimte. Ja, dit is geweldig uitgespeeld. Prima goal. Echte counter. Weer goed opgesteld. Is die bal te belopen voor Nijland? Ja, is de tegenstander te slim af. Mag verder. 3 tegen 2 in de 16. Slim speelt hij het uit. Stef Nijland. Stef Nijland. Ja, die... Zijn tweede doelpunt van vanmiddag. Schrijft gebeten hond bij de verdediger. Die vindt dat het een overtreding was. Klein zetje.
Maar in de geest van de wedstrijd laat hij dat lekker lopen. Heel goed. En zo wordt het 5-1 voor de EVS. We noemen hem weer graag Sven. Salasiva. Een paar minuutjes nog voor DVS. Lars Huber, handig gedaan. Versnellen. Lukt dat? Ja, dat lukt. Nu afspelen. Dit is zo mooi. Eindelijk Lars Huber. Ho, ho, ho. Wat is het een heerlijke voetballer. Lars Huber zet hem zelf op. Combineert met Seth Nyland. En ja, rond hem af. Keurig. Zo is het hier 6-1. Nou, en dat is gezien het spelbeeld zijn wij zeker verwend. Zeker. Hebben we een mooi potje voetballen gezien. Nyland, randje 16. Kruis hier nog een keer misschien dan. Ruimte zoeken om af te werken. Priem gaat zelf. Nou, doe maar, Jorik. Ruimte is er niet, maar het is echt kort. Oeh, dat is een penalty hoor. Ja, dat is een gemene overtreding van die verdediger. Hij was er even klaar mee met dat... Nee, het is niet de verdediger. Het is de invaller, Stan Kleef. Gelukkig sprong die op, die Nicky van Hilten. Daar gaan we. Kijk. Huppatee. Nou, hij maakt er 7-1 van. De spits was mooi voor zijn doelpunten totaal. En DVS maakt er wel een hele ruime score van zo. Maar we moeten nog wel even geduld hebben. Dus misschien loop ik wat op de zaken vooruit. We houden er hier in ieder geval mee op. En we wensen je een fijn weekend. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om nog even te abonneren. Wij gaan zo meteen nabeschouwen met Sean Kamphuis. En wellicht de man van de wedstrijd zou ik me kunnen voorstellen, Adriaan Kruijsheer.